Geachte aanwezigen, wilt u zo vriendelijk zijn om in het middenpad plaats te maken voor de komst van de schoolkinderen onder begeleiding van de Pipers van het Highland Regiment. Dank u wel. Thank you.
kinderen, dames en heren. Namens de Stichting Viering Nationale Feestdagen en Herdenkingen een heel hartelijk welkom aan jullie allemaal en met name de kinderen die hier vandaag samen met hun leerkrachten en begeleiders in grote getale aanwezig zijn. Jullie aanwezigheid tijdens deze kaarsenceremonie vinden wij heel belangrijk. Eerder stond onze voorzitter Mark Fraser op deze plek. Vanwege gezondheidsredenen is hij helaas genoodzaakt om deze functie neer te leggen. En daarom sta ik, Lianne Jongsma, hier vandaag in zijn plaats. In het bijzonder heten wij van harte welkom mevrouw Baldry en haar familie. Zij zijn hier namens de Canadese ambassade. Ook verwelkomen wij hier vandaag Suzanne Nieuwland, voorzitter van de Nederlandse actiegroep Noord-Amerikaanse Indianen en onze burgemeesters en wethouders van Rijsseholte. Fijn dat u er vandaag allemaal bij bent. Dear children, ladies and gentlemen, on behalf of the Committee of National Celebrations and Commemorations, we wish all non-Dutch speaking visitors gathered here tonight a warm welcome. We especially welcome Mrs. Baldry and her family. They are here tonight with us as representatives from the Canadian Embassy. We also welcome Suzanne Nieuwland, President of the Dutch Organization for North American Indians, and the Mayor and Councillors of Rijsseholte. We are very happy to have all of you here with us tonight. Vanavond, op kerstavond, staan we hier op de Canadese begraafplaats waar veel jonge Canadese soldaten begraven liggen. In dat leger vochten ook veel mannen van inheemse afkomst. Zij werden ook wel Indianen genoemd. Vanwege hun afkomst communiceerden zij in hun eigen taal die voor Duitsers niet te begrijpen of te ontcijferen was. Zo konden boodschappen snel worden verstuurd. En het verdient dan ook zeker de aandacht om hun waardevolle bijdrage vandaag te benoemen. De researchcommissie van het ICB heeft de achtergrond van één van hen uitgezocht. Dat verhaal wil ik vandaag graag met jullie delen. Het gaat over Leo Francis Tony. Hij woonde in een dorpje dat ongeveer net zo groot is als Holten, maar waar veel minder mensen woonden. Hij had twee broers en twee zussen. Eigenlijk had hij nog vier broers en een zus, maar zij waren al op jonge leeftijd overleden. Leo werkte op een boerderij, maar na een poosje besloot hij om bij het leger te gaan. In januari 1944 ging hij in training en ongeveer een half jaar later ging hij naar Frankrijk als lid van het Prince Edward Island Light Horse Regiment. Na een poosje werd hij overgeplaatst. Leo vocht mee in een heftige strijd in Zeeland tijdens de Slag om de Schelde. In het voorjaar van 1944 vocht hij samen met de andere soldaten om nog meer gebieden in Nederland te bevrijden. Begin 1945 wilden zij Holten bevrijden. Ze staken het Twentekanaal over en bouwden er ter plekke een brug. Leo en de anderen kregen de opdracht om de plek rondom de Schipbeek, hier vlakbij, tussen Laren en Holten te versterken, zodat ze vanaf daar verder konden oprukken. Maar bij de Wippertsbrug over de Schipbeek ging het mis. De Duitsers gaven zich niet zomaar over en er werd hard gevochten. Veel soldaten, zowel Duitse als Canadese, stierven tijdens die strijd. Ook Leo en zeven van zijn medesoldaten overleefden het gevecht niet. Op 7 april 2016 werd een gedenkteken bij de Wippertsbrug geplaatst om te herdenken dat deze soldaten hier zijn overleden. Leo werd eerst begraven op ongeveer 100 meter van de Wippertsbrug. Op 16 december 1945 is hij herbegraven en ligt hij op deze begraafplaats. De eerste kaars zetten we straks bij hem neer. Tonight, Christmas Eve, we are here at the Canadian War Cemetery, where many young Canadian soldiers are buried. Lots of native Canadian men have fought in the same army. They were called Indians. Because of their heritage, they were able to communicate with one another in their own language, which the Germans could not understand. This way, the native Canadians would be able to spread their messages very quickly.
Their valuable contribution deserves to be highlighted this evening. The research group of the ICB has been investigating the life of one of those Native Canadian soldiers. Tonight, I would like to share his story with all of you. His name was Leo Francis Tony. He lived in a small village, just about the size of Holton. Leo Tony had two older brothers and sisters. He would have even had four more brothers and one more sister, but they had passed away when they were just infants. Leo worked at a farm, but after a while he decided to join the army. He started training in January 1944, and after 6 months he moved to France as part of the Prince Edward Island Light Horse Regiment. After a while, Leo was transferred to Zeeland, one of the southern Dutch provinces. He fought bravely in the Battle of Schelde. In 1944, alongside many other soldiers, he helped to free even more parts of the Netherlands. At the start of 1945, they were planning on freeing Holten. They had crossed the Twente Canal and had built a bridge. Leo and a few other soldiers were instructed to strengthen the surrounding area of the Schipbeek so they could advance from the places between Laren and Holten. But at the Wippert's Bridge, things went wrong. The German soldiers did not simply just surrender. Their resistance resulted in a fierce battle. Leo and seven of his fellow soldiers lost their lives in that battle. On April 7th, 2016, a memorial plaque was placed at the Wippert's Bridge to commemorate those who fought in the Battle of Schelde. Leo was buried about 100 meters from the Wippert's Bridge. Leo was reburied on December 16, 1945, and is now buried at this very cemetery. We will be placing the first candle at Leo's grave tonight. Graag wil ik nu het woord geven aan onze burgemeester, de heer Hofland. Koen, Guus, Veerle, jongens en meisjes, fijn dat jullie er zijn. Dit is een plek waar 1394 soldaten begraven liggen. Ze zijn dood, gestorven voor onze vrijheid. Denk niet dat vrijheid er altijd is en nooit zal weggaan. Juist nu zeggen we: blijf van onze vrijheid af. Ik denk aan Iran, waar meisjes, vrouwen vervolgd worden. Ik denk aan Hongarije, waar haat, pesten als je anders bent, de norm is. Ik denk aan Oekraïne. Een gek uit Rusland voert daar oorlog. Daar is geen vrijheid. Daar is geen vrede. Lauren, Boris, Anne, Anna, doen jullie ook mee om te zorgen dat wij onze vrijheid houden? Kaarsjes vandaag, kerst, kerstavond, het feest van licht, het feest van de toekomst. Alleen het licht kan de duisternis verdrijven. En als we allemaal een lampje zijn en licht geven, dan is het vrede. En dan blijft het vrede. Vrede in Nederland, vrede in Oekraïne, vrede in de wereld. Rust zacht, lieve soldaten, die ons vrede hebben gegeven. Vrede met ons allen. Een goede kerst allemaal. We zullen nu overgaan tot de kaarsenceremonie. Dit jaar wordt de eerste kaars door een lid van de Holtense Scouting de Korenmoeders geplaatst. Deze wordt geplaatst bij het graf van Leo Francis Tony. Graag vraag ik Luca de Boer van de Scouting om samen met mevrouw Baudry, Suzanne Nieuwland en de burgemeester de eerste kaars te gaan plaatsen. Terwijl zij naar het graf lopen, zal Anja Sluiter haar zelfgeschreven gedicht Lighting a Candle voordragen.
We will now proceed to the candle ceremony. This year, the first candle will be placed by a member of the Boy Scouts in Holte. This first candle will be lit at the grave of Leo Francis Tony. Now I would like to request Luca de Boer, member of Scouting the Korbunders, to light the first candle together with Mrs. Baudry, Susanne Nieuwland and our mayor. Whilst they are walking to the grave, Anja Sluiter will be reciting her poem, Lighting a Candle. Every year, I am here, the mother and her child, silently thinking about the meaning of freedom, lighting a candle for a lost one and a hero. At the same time, remembering a mother who had to let go her child, let it go to liberate the country, to liberate people and children to fight for their freedom. That mother lost her child, separated by distance, so far away, so many years, a lot of tears. She never saw, had never seen her child again. That mother and her child gave their freedom for our freedom. Today, at this moment, I am here and we are here, lighting a candle with respect and gratitude also to all the families who lost a loved one, knowing and realizing that I am living and we are living, living in freedom. Lighting a candle, remembering their fallen loved ones will always be the heroes of our liberty. Kerstavond, een kaars aansteken. Elk jaar ben ik hier. Een moeder met haar kind, om stil te staan bij de betekenis van vrijheid en een kaars aan te steken voor een overledene en een held. Tegelijkertijd denkend aan een moeder die haar kind moest loslaten. Laten gaan om een land te bevrijden, om mensen en kinderen te bevrijden en te strijden voor hun vrijheid. Deze moeder verloor haar kind, gescheiden door afstand. Zo ver weg, zoveel jaren, zoveel tranen. Nooit zag ze, heeft zij haar kind teruggezien. Deze moeder en haar kind gaven hun vrijheid voor onze vrijheid. Vandaag, op dit moment, ben ik hier en zijn wij hier om een kaars te plaatsen vanuit respect en met dankbaarheid ook aan alle families die een dierbare verloren, wetend en realiserend dat ik leef en dat wij leven, leven in vrijheid. Een kaars aansteken, in herinnering, hun overleden dierbaren blijven de helden van onze bevrijding. Jongens en meisjes, de eerste kaars is zojuist geplaatst. Uit dankbaarheid, eerbied en respect voor de strijders die hier om ons heen liggen, gaan we nu over tot het plaatsen van alle kaarsen bij ieder graf.
Het licht van de kaars verlicht de naam van de gesneuvelde soldaat en houdt deze naam levendig voor ons allemaal. Wij hopen dat dit signaal door jullie nog heel lang zal worden doorgegeven. Graag nodig ik nu alle leerlingen van de Holtense scholen uit om de overige kaarsen te plaatsen. Willen jullie de kaarsen met de etiketten naar voren op de zwarte aarde en tegen de grasrand zetten, zodat de lichtjes een mooie rechte lijn vormen? Dit versterkt nog eens extra het warme gevoel dat we met deze avond proberen te beleven en waarmee het kerstfeest dan eindelijk begint. Ik wil jullie ook vragen om even stil te staan bij iedere grafsteen waar jullie een kaars plaatsen, uit eerbied voor de gevallenen. En als jullie straks klaar zijn en alle kaarsen geplaatst zijn, mogen jullie weer terugkomen naar de plek hier vooraan. Ik heb het niet zo goed.
Thank you.
Basisscholen hebben vandaag kaarsen geplaatst, maar jullie zijn ook geholpen door kinderen vanuit de Oekraïne die hier in Rijsselholte verblijven. Zij hebben ook kaarsen bij de graven gezet. Graag geef ik nu het woord aan Iris Scholen. Zij is leerling van de Holte-Eng en zij zal voor u het gedicht Kerstmis voordragen. Dat is geschreven door Paula Hagenaars. Kerstmis is een feest, maar niet voor iedereen. Soms is er verdriet, voel je je alleen, mis je dierbaren om je heen. Er is oorlog en geweld, dagelijks wordt er over verteld. Zie je beelden op tv, te erg voor woorden, waar de mensen elkaar vermoorden. Wanneer reikt men elkaar nu eens de hand, waardoor harten zacht worden aangeraakt, met verdraagzaamheid. Laten we blijven geloven in een betere wereld voor iedereen en de hoop niet verliezen dat er eens vrede zal komen. Dankjewel Iris, dat heb je prachtig gedaan. Tot slot, en terecht. Tot slot willen wij jullie namens de Stichting Viering Nationale Feestdagen en Herdenkingen Holte allemaal zeer fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar toewensen. Graag danken wij ook iedereen die ons geholpen heeft om deze ceremonie te organiseren. Wij hopen jullie volgend jaar weer te mogen verwelkomen op Koningsdag en onze dodenherdenkingen hier en bij het monument aan de Molenbelterweg. Heel hartelijk dank en een veilig thuis. The Committee of National Celebrations and Commemorations in Holten is hoping to see you next year at the commemoration ceremony on the 4th of May and wish you all a very Merry Christmas and a prosperous New Year. Thank you very much for joining us tonight and have a safe journey home. Thank you.